Morgen. Hoe denk je erover? Positief. Ik kan apart hebben. Ik kijk er lang naar uit. Het is gewoon een sterke jongen die gewoon komt op de knokken. Zulke partijen wil ik. Zulke partijen wil het publiek ook zien. Hij is denk ik op dit moment... Is het niet de sterkste, een van de sterkste in deze divisie, zeggen ze. Ook op basis van zijn manier van vechten. Hij brengt het gevecht. Is geen vechter die naar achter gaat. Hij komt gewoon om te vechten. Hij noemt zichzelf ook een machine. Hoe ben jij bereid deze machine te gaan stoppen? Dat zien we morgen wel. Maar ik heb dezelfde stijl, dus we zullen het morgen allemaal zien. Ik kom ook om te knokken, ik kom naar voren, ik ga rijden van achter. Dus het belooft heel wat te zijn. Jullie zijn allebei altijd heel, hoe zal ik het zeggen, heel geslepen. Alles wat jullie doen is altijd heel strak. Elke beweging is zuiver. Dus ik denk als jullie morgen een toppartij willen zien, geloof me. Ik, als kenner, Baya, ja, tegen niemand minder dan, hier is die. We gaan op Instagram, kan je natuurlijk Baya ook gaan volgen. Je mag zelf even... Mijn Instagram is @badnewsbaya. En zorg ervoor dat je hem gaat volgen, want er vallen altijd gewoon leuke prijzen te verdienen. Echt waar. We zijn bezig met iets geks, maar kan ik jullie nog niet te veel vertellen. Tune in.